Al jaren ervaren bewoners van Gestel overlast door daklozen en mensen met psychiatrische problemen. Want in een klein stukje van het Eindhovense stadsdeel zitten meerdere opvanglocaties dicht bij elkaar. En nu er nieuwbouw komt voor de daklozen, raken de gemoederen opnieuw verhit. Welkom bij Studio Stadhuis. Vuil in portiekjes, herrie en zakjes drugs op straat of in de speeltuin. Bewoners in dit kleine stukje Gestel, vlakbij de Boutenslaan en de Hoogstraat, zijn de overlast zat. In de wijk zitten 4 opvangplekken voor daklozen, ex-daklozen en mensen met psychiatrische problemen. En dat is volgens bewoners veel te veel. Mensen hebben recht om te kunnen wonen. Ze hebben ook recht om straks in de stad ergens onderdak te krijgen. Maar niet hier in de buurt. Aangezien hier zoveel maatschappelijke opvang is, denk ik dat het goed is dat dat beperkt blijft in deze buurt. We hebben hier het Rietenhuis, we hebben hier het Laberhuis, we hebben hier de Boei, GZE, en we hebben hier het Sociaal Pension. Ja, het is gewoon te veel. Verspreid ze over de hele stad. Zet ze niet hier op nog geen vierkante kilometer. En ik vind wel dat mensen moeten kunnen wonen, maar niet allemaal op één kluitje. En als wij hier zelfs de drugszakjes in de zandbak vinden waar kleine kinderen moeten spelen, dan denk ik, dan gaat het toch wel echt te ver. Al jaren wordt er geklaagd in de buurt. En nu NEOS deze oude opvangplek hierachter, het Laberhuis, wil vervangen voor nieuwbouw met 96 opvangplekken, zijn de gemoederen opnieuw verhit. Zoals bekend, het oude Laberhuis bestaat inmiddels 61 jaar. En dat gebouw is behoorlijk versleten, zal ik maar zeggen. We hebben wel onderhoud gepleegd, maar het is echt toe aan vernieuwing. Vooral zo gaat het er ongeveer uitzien. Aan de Boutenslaan. Daar, in dat hoekhuis, wat ook van NEOS is, daar hebben drugsrunners gezeten. En die gaven vooral 's nachts heel veel geluidsoverlast. Kwamen van die brommetjes aanrijden, die gaven wat af, die kregen wat mee en scheurden vervolgens weer door. Zomers zitten die met ramen wagenwijd open. Nou, die hele rij hier, die heeft hartstikke veel last gehad, jarenlang, van mensen die dan met de ramen wagenwijd open keiharde muziek, en of het nou zeg maar smartlappen zijn of hardrock met kadoef, kadoef, kadoef en dan uren aan een stuk. NEOS begrijpt de zorgen. En dat er veel opvanglocaties bij elkaar zitten, dat is nu eenmaal zo ontstaan de afgelopen decennia, zegt de organisatie. En aan het voorkomen van overlast wordt gewerkt met een beheerplan. En dat betekent extra camerabewaking op de Hoogstraat, een alcoholverbod, de politie die een extra oogje in het zeil houdt en daklozen die worden begeleid en aangesproken op hun gedrag. NEOS de afgelopen 10 jaar ongeveer 60 plaatsen heeft afgebouwd. Dus de capaciteit verminderd heeft door allerlei omstandigheden. Dat zou normaal gesproken verlichting moeten brengen voor de omwonenden. Alleen dat in combinatie met een complexere doelgroep die wij in huis hebben, levert het ook andere aspecten op. En ja, daar hebben we wel een aandachtspunt, samen met de buurtbewoners overigens, dat we steeds meer psychiatrie zien, verslaving, een combinatie van problemen. En dat we daar op moeten anticiperen. En wij zullen ook zeker een heel groot aandeel gaan leveren in het voorkomen van overlast, et cetera. Maar wij kunnen dat alleen samen met andere partijen. Nou, politie die een extra oogje in het zeil houdt. Onze oude buurvrouw hier, met een klein kind. En dan staat er hier een voor de deur te schreeuwen en te doen. En die belt de politie en dan zeggen ze, ja, heeft hij zelf al contact gezocht met die persoon? Ja, sorry. Dat zijn de excessen van de stad. Ik denk dat het niet alleen aan die mensen ligt, maar ook aan andere factoren. Zoals? Nou, drugsgebruikers en dealers en alles, ja. Maar dat is niet allemaal gerelateerd aan het Laberhuis, denk ik. We gaan geconcentreerder op één plek zitten. In een voorziening die ook past bij de huidige tijd. Dus ik denk dat dat een groot voordeel is. En wellicht juist zorgt voor minder overlast. Nou, dat moet de tijd uitwijzen. Maar ik vind dat wij daar als organisatie een verantwoordelijkheid in hebben.
En in die zin is het beter dat we samen met de buurtbewoners optrekken om een veilige en goede buurt te houden. Maar ook de welwillende cliënten, en dat is gelukkig het merendeel, ook de kans geven om te laten zien dat ook zij dat willen. Buurtbewoners en NEOS staan tegenover elkaar. Het woord is nu aan de gemeenteraad. Een meerderheid van de Eindhovense politiek is positief over nieuwbouw. Want kwetsbare groepen mensen moeten worden opgevangen. En er ligt een plan om de overlast in de buurt zoveel mogelijk te beperken. Ik denk dat gewoon in Eindhoven, ik heb het net ook aangegeven, dat we een plek moeten bieden aan alle Eindhovenaren. Ook de mensen die het misschien wat minder hebben dan u en ik. En dat geldt dus in dit geval voor het Laberhuis. En we hebben daar een plek voor gekozen. En dat is hier. En ik vind dat die plek is heel mooi. En twee is dat wij het gevoel hebben dat er echt heel veel met de buurt en met anderen is gesproken over wat kan er wel, wat kan er niet. Mensen die bij NEOS zitten ook gewoon een plek verdienen. En ja, het zit er al vanaf 1960. De huidige bebouwing is gewoon aan vervanging toe. En ja, wij zullen toch als raad daar een keuze in moeten maken. Toch zijn een aantal grote fracties nog niet overtuigd. Vooral PvdA, VVD en CDA zijn sceptisch. En vinden dat er te weinig is geluisterd naar buurtbewoners. Er moet opvang komen, dat is helemaal duidelijk. Maar ja, echt de belangen van de meerderheid trekken nu wel een hele zware wissel op de inwoners. En wat dat betreft hebben we wel een aardige streep in het zand getrokken. Als wij dadelijk dit dossier goed of niet goed hebben gekeurd en de karavaan trekt door, bent u dan overtuigd of heeft u redelijk vertrouwen dat de buurt met een acceptabele situatie achterblijft? Ik heb vorige week de cijfers gehoord dat er niet meer zorggebouwen bewonersaantallen in de buurt bijkomen. Daar was u ook bij. Dus dat is een kwestie van, heeft u voldoende vertrouwen in de toezegging van NEOS of heeft u dat niet? Ik heb dat wel. Ik begrijp uw vraag niet als u zegt, de karavaan trekt door. U schetst daar een beeld mee waar ik me niet in herken in ieder geval. Nou, D66 heeft wel veel vertrouwen in dat beheersplan. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik zou dat ook wel kunnen hebben. Maar de belangrijkste partij heeft er geen vertrouwen in. En daar gaat het volgens mij om. De bewoners die hebben dat vertrouwen niet. Die bewoners zeggen, er zijn twee punten. Als die toegevoegd kunnen worden aan het bestemmingsplan, kan dat vertrouwen weer een beetje groeien. Dat is die toegang van de poort beperken en het aantal inwoners beperken. Bij elke regel die je samen afspreekt is het ook handig dat je elkaar aanspreekt. Als we dat wat minder doen, dat kan de buurt richting NEOS doen, dat kan andersom doen, dat kan de gemeente, dat kan politie zijn. Maar door juist het vast te stellen in zo'n meerovereenkomst weet je waar je elkaar op kunt aanspreken. Dan gaat het over kleine dingen als die achterpoort, waar men vanuit het verleden gewoon ontzettend bang is dat er weer gedeeld wordt. Dat er dagelijks mensen komen door de straat. En ja, in het verleden zijn er gewoon met verwarde mensen of mensen die complexe problemen hebben, zijn gewoon ernstige geweldsincidenten geweest. Het belangrijkste is gewoon het handhaven en dat goed blijven volgen. Als er een incident is, dat erop geanticipeerd wordt. En dat is ook hetgene denk ik, wat bij de bewoners leeft. Een aantal fracties wil dus meer garanties voor de buurt. Want in het verleden werden afspraken ook niet altijd nagekomen en schoot het overleg met bewoners tekort. Maar het haalt er niets uit om nou de plannen te dwarsbomen, omdat in het verleden fouten zijn gemaakt, die zijn er zeker gemaakt, of de plannen niet helemaal alle punten hebben meegenomen. Maar we willen wel vooruit met elkaar en we willen een goede zorg bieden, ook voor daklozen. Voor bewoners die direct belanghebbenden zijn en in die zin dus niet zomaar bewoners zijn, maar gewoon direct belanghebbenden. En in die zin ook voor hun veiligheid en voor hun leefbaarheid in hun wijk opkomen. Dat kunt u niet zomaar weg afdoen als onbelangrijk. Of als iets wat in het verleden niet goed is gegaan. Meer garanties op een goede leefbaarheid in de buurt. PvdA, VVD en CDA dringen de wethouder erop aan die extra maatregelen vast te leggen. En het liefst zwart op wit in een bestemmingsplan. Als daar nog ruimte is, even kijkend naar de suggestie van PvdA, dan wil ik die zeker ook nog eens een keer goed bekijken en kijken of we daar tegemoet kunnen komen. Maar het kan nooit zo zijn dat het bestemmingsplan de oplossing is voor de problematiek zoals die door de buurtbewoners is aangereikt. Veiligheidsmaatregelen of niet, dat er veel sociale opvangvoorzieningen zijn in Gestel, daarover zijn de fracties het eens. En dus wordt er al nagedacht om die voorzieningen voortaan beter te spreiden. Dat niet alles op één plekje komt, op de schouders van één buurtje, maar dat we dat echt over de stad verspreiden. Dat is ook veel prettiger voor de bewoners die daar uiteindelijk moeten gaan wonen, denk ik.
Dit was Studio Stadhuis. Over een paar weken zijn we weer bij u terug. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.